Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Mijn beeld is ingezoomd. Ik heb het aan het eind van mijn vorige weekvlog verteld. Zodat hij minder shaky is. Maar dan is hij dus wel ingezoomd. Dus wat vinden we ervan? Als ik dus hem vasthoud, zie je me best wel van dichtbij. In your face. Is het beter of niet? Ik heb een sportkleren aan. Ik ga eerst naar bijles. Dan ben ik in mijn sportkleren. Maar ja. Dit is dus zonder steady shot. Misschien is het... Ik vond het toch een beetje een raar beeld net. Kunnen jullie even laten weten wat jullie vinden? Ik ga deze vlog wel een beetje experimenteren. Ik weet niet. Ik ga naar even make-up opdoen en naar bijles. Hola! Bijles was leuk. Ik ga even kijken of de Primark tot 6 uur open is. Want ik heb best wel zin om nog heel even te kijken voor zo'n dekering. Ja, nice. Want ik vind dat zo leuk. Maar die van mij vind ik gewoon... wel chill, maar het is heel warm, dus ik wil even kijken voor nog zo'n ander stofje. Ik ga toch al over 20 minuten dicht, dus dan kan ik niet te lang. En dan ga ik daarna sporten. En dan ben ik 7 uur thuis of zo en Ha gaat vandaag lekker koken. Laat. Altijd zo gezellig deze bijles. Echt leuk. Altijd leuk, want je leert elkaar steeds beter kennen, dus het is eigenlijk steeds gezelliger. Kijk deze jas. Mijn handtas zit eronder, maar van Rita Ora met Primark. Vet leuk. Echt heel leuk. Ik ga hem niet kopen, maar ik vind hem wel heel leuk. En hij is ook best wel mooie kwaliteit. Als ik een jas koop, kan ik beter zoiets kopen. Meer classy, want dat heb ik echt niet. En deze is ook wel leuk. Deze is ook van Rita Ora. Maar het wordt wel heel snel vies. Groen is ook leuk. Het wordt iets minder snel vies. Dit is trouwens een S. Die witte was een M. Wel leuk. Zo'n blazer vind ik ook wel leuk. Dat is ook van Rita Ora, maar... Ik zou het leuker vinden als de mouwen iets... Het beeld trouwens heel schroekerig. Ik weet niet wat er is, maar... De mouwen misschien iets groter waren. Misschien is hij net niet. Ja. Wel heel leuk. Wat? Oké. Dat in de Primark was heel slecht gefilmd. Dit is volgens mij nu weer beter. Ik ben echt aan het klooien. Ik heb de witte jas gekocht. Ik heb de blazer gekocht. Ik vond hem qua model niet 100% geweldig. Maar ik vind het zo moeilijk om kleren te vinden. En ik vond de kwaliteit best wel goed. En ik weet gewoon zeker dat ik het ga dragen. Al is hij niet perfect op mijn lijf geschreven. De mouwen waren net eigenlijk aan de strakke korte kant. En de blazer weer groot. Dus op de mouwen heb ik hem wat groter gekocht. Terwijl hij daardoor qua blazer net een beetje lom valt. En niet stoer oversized. Maar eigenlijk net te groot oversized. Hij zit niet perfect. Maar soms heb je van de kledingstukken dat je weet, als dit is niet perfect, dat je ze wel gaat dragen. Dus ik dacht, ik koop het gewoon. Ik koop zo weinig kleren. Ik dacht ook echt van, het is geen onderdeel meer in mijn vlogs. Maar ik koop zo weinig, omdat ik niks echt leuk vind. En zo'n Rita Ora lijn toch net wel een beetje betere kwaliteit had ik het idee. Dus ik denk, leuk. En ik heb de Lilo en Stitch ding die mijn bonusdochter dus ook heeft. Ik wilde niet dezelfde als zij kopen, maar hij was er nu weer. En dat is de enige met die hele chille dikke kwaliteit. Ik was ook voor 3 dingen €108 kwijt. Best wel duur. Ik heb hem toch maar gewoon gekocht. Al wilde dus eigenlijk niet dezelfde hebben, maar dat is de enige met die mooie kwaliteit. Dus dan heb ik hem in ieder geval ook. En dus de witte jas en de blazer. En nu is echt sport, want het is 5:15. Best wel laat. Ik denk dus dat het echt mega... Wow. Moet ik hier naar links? Nee, ik moet hier niet naar links. Ik denk dat het mega druk is in de sportschool, want dat is zo'n voordeel aan niet een vaste baan hebben. Ik zit ook soms te denken, als ik ineens weer wel een vaste baan zou hebben, wordt het zoveel moeilijker sowieso om weer nog steeds 3 keer per week te sporten. Vorige week heb ik trouwens 2 keer gesport hoor, dat laat ik dan ook gewoon voor wat het is. Maar sowieso is het dan lastiger, maar dan zit je dus ook dat je altijd na je werk moet. Als je in ieder geval om 8:00 's ochtends dus al op je werk moet zijn. Ik vind leerkracht ook echt wel overdreven vroeg als ik erover nadenk dat je moet... 8 uur op je werk zijn. Dat is echt wel heel vroeg hoor. Heel veel kantoorbanen zijn 9 uur. Hij moet ook 8:30. Vind ik ook best vroeg voor een kantoorbaan. Maar 8 uur is echt heel vroeg. En dan was ik nog later met mijn 8 uur. Maar in ieder geval. Ik denk dat het nu heel druk is in de gym. En heel heet. Want het duurt echt denk ik nog een maand voordat die sportschool afgekoeld is van de zomer. Het is er echt veel te heet. Maar goed. Leg day. En dan gaan we lekker beginnen met de hip thrust. Maar ik hoop dus niet dat alle apparaten bezet zijn. Maar ik moet zeggen, bijna niemand doet die hip thrust. Dus. En dan gaat Ha lekker koken. We hebben weer Hello Fresh. Geen samenwerking. Dus we eten lekker aardappelpuree. Dat heb ik echt zo lang, sinds ik was begonnen met keto, niet meer gegeten. Wel heel lekker. Aardappelpuree met iets van groente en zalm. Heel veel zin in. Ik had even, dat doen wij echt nooit, maar ik had dacht ik ga er een keer Hello Fresh bestellen en ook lekker in de agenda zetten. Zodat we allebei gewoon weten wat er gekookt moet worden, wie er als eerste thuis is. Dat we even een weekje niet hoeven na te denken erover. Super chill. Lijkt me net alsof het een samenwerking is, is het niet. Om toch wel heel relaxed. Dus het staat nu gewoon ook lekker in de agenda wat we eten. Hoeven we er niet over na te denken. Ik dacht dat is echt een heerlijke maaltijd met koolhydraten, lekker vis en zo voor na het sporten. Bueno. Oké, ik ben bijna in de gym en ik kreeg eindelijk eens een keer een leuke sportcomment, zag ik. Dat iemand zei, het motiveert me heel erg dat je juist niet fit girl bent, maar gewoon normaal iemand die sport. En daar word ik heel erg gemotiveerd van. En dat vind ik heel leuk om te horen. Want het is grappig, ergens, ik deel natuurlijk heel veel lekker eten en zo wat ik eet. Maar los daarvan ben ik best wel fit girl qua hoe ik qua lifestyle eet en zo. Ik eet echt wel heel gezond, al weet ik dat heel veel mensen me niet geloven, omdat dat gewoon een heel vertekend beeld geeft als je al je lekkere dingen in de week filmt. Los van wat ik film eet ik echt wel heel gezond, kan ik zeggen. Of eten we heel gezond. En ik ben best wel trots, want ik zag dat mijn abonnement in september was afgesloten. Toen werd ik nog bij 35, toen ging ik, weet ik, voor op mijn werk 2 keer per week sowieso naar de gym. En daarna ben ik dus begonnen met 3 keer per week. En ik zie echt progressie bij mezelf. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Dat vind ik heel leuk. Dus daarom wil ik het ook zeker in mijn vlogs laten. En ben ik ook blij dat er mensen zijn die er wel iets aan hebben. Of iets nuttigs uithalen. Zo, alrighty. Ik ben er. Helemaal niet zo druk. Het wordt nu pas een beetje druk. Lekker getraind. Ik vind alles 2 setjes. Van ongeveer 10 herhalingen of zo, zeg maar. Vind ik veel chiller dan alles. Dan allemaal 4 setjes de hele tijd. Dat duurt veel te lang. Gewoon lekker naar huis. Ik vind het zo lekker dat Ha kookt. Heerlijk. Het ging wel goed. Ik vind dat je ook wel kan zien dat het beter gaat of zo. Maar waarschijnlijk zijn er nog steeds heel veel oefeningen die ik niet goed doe. Maar het gaat wel volgens mij hartstikke prima. Lekker opgefrist en nu deze aan. Hij zit zo lekker. Kijk, hij heeft gekookt, wat ik al vertelde. Oh, lekker gezond. Niks lekkerders dan na het sport thuiskomen met eten. Oh. Kijk, we kijken dus deze serie en hij is echt heel goed. En het is zo lekker om aardappel... Ik denk dat ik misschien een jaar... Nou, de laatste keer dat ik aardappel echt heb gegeten was volgens mij zo in Duitsland. Misschien nog 1 keer tussendoor, maar... lekker. Doe me een beetje denken aan de Ikea. Hallo jongens, ik denk ik ga gewoon eens even vloggen. Ik heb mijn haar gewassen, masker op. Net ongesteld geworden, 3 dagen te laat, dodelijke buikpijn. Terwijl ik straks met vriendin heb afgesproken. Maar ik wil even iets met jullie bespreken. Want ik weet zeker dat mensen dit moeten mensen zijn die dit herkennen. Kijk hoe raar het beeld is. Ik merk dus de laatste tijd dat ik stress ervaar door andere mensen hun stress. Ik merk gewoon dat... Deze is nog niet echt rijp. Ik had ook geen kip, dus ik heb avocado aan het maken. En dit is mijn ontbijt. Maar niemand heeft meer tijd. En dan denk ik, ja, ik heb geen kinderen en geen drukke baan. Dus iedereen lijkt een soort overspannen. Overwerkt. Geen ruimte in hun hoofd. Als je mensen wat vraagt, krijg je zo laat pas een reactie of kortaf reacties. Als je enthousiast bent, raken mensen van je in de stress. Ik weet niet wat het is. Sowieso, ik ben altijd best wel enthousiast, dus dat is al algemeen bekend. Dat soms een andere energie is dan andere mensen, maar... Het lijkt wel of heel veel mensen iets hebben van... Als je iets wil bespreken of afspreken, of als je ideeën hebt, dat mensen meteen zeggen van... Oh. Maar niet alleen door mijn enthousiasme. Ik bedoel gewoon dat... Niet eens naar mezelf gekeken. Ik kijk altijd naar mezelf, maar dat bedoel ik nu niet eens. Ik bedoel meer dat mensen gewoon zo druk zijn. En het dan ook heel moeilijk vinden om dingen los te laten. Dus Als ik te druk voor iets ben, dan laat ik het ook los. Mensen, ja, ik vind het heel moeilijk om het uit te leggen. Het is ook niet één situatie die ik nu probeer te verdoemen hoor. Het valt me laatste tijd gewoon heel erg op. Ik kan niet echt goed uitleggen wat ik bedoel. Ik merk gewoon dat ik dingen wil vragen en iemand antwoordt bijvoorbeeld snel en fijn. Dat ik dan verbaasd ben, want heel veel mensen antwoorden niet. Of vaag, of liefdeloos, of iedereen gehaast. Ik denk, komt het doordat iedereen maar de hele dag op zijn telefoon zit? Ik betrap mezelf er ook op, dan ga ik in de sportschool berichtjes lopen beantwoorden. Terwijl je dat gewoon... Kijk, Hadi doet dat echt zo goed, die neemt gewoon de tijd om iets te beantwoorden. We willen alles maar zo snel mogelijk beantwoorden, daardoor voelen we een druk. En als we dat niet doen, dan vergeten we het weer en antwoorden we pas weer na een week. Dat een beetje, die cultuur. Ik merk dat ik daar een beetje, dat ik dat een beetje opvallend aan het begin te vinden. En irritant. En dat ik dus het idee heb dat ik heel veel stress voel van andere mensen, terwijl ik die dus zelf niet heb. Maar wel gevoelig bij voor de stress van anderen. Ook heel veel mensen die het niet hebben hoor, maar het valt me gewoon op. Nou, ik kan niet helemaal goed uitleggen, maar ik vind het irritant. Nou, en jou? Alright, time to go. Ik heb het ook in de trein. Ik wou deze blazer aan en ik heb niks anders dan deze jurk. Dus ik heb nu een beetje een rare combi. Maar oké. Het kan wel. Ik denk als je in een restaurantje zit, dan zie je dit. En ik had hier zin in. En lekker boeiend. Hi, ik ga met de auto naar de trein. En ik wil niet erg hoeven haasten. Dus ik ben op zich op tijd. Ik besloot dat ik met de auto ging. Dus ja, zullen we proberen te oplossen? Waarom ook alweer eigenlijk? Ik belde Jimmy niet of ze even wilde kijken wat de parkeerkosten waren. Het is 4 euro per uur. En oh ja, ik zag dat de trein 20 euro was voor heen en terug. Toen dacht ik, dat is echt super duur. En dan moet ik toch altijd weer haasten om die trein te halen. Dus ik ben met de kar. En ik ben er over 5 minuten. Hoogkaterijnen P1. Super lekker weer, hè? En ik vind deze blazer heel leuk. Plassen. Deze lipstick vind ik wel heel leuk bij dit flesje. Kijk hoe pretty dit boek. Sissy Boy. Heel leuk. We zijn hier beland. Dit lijkt me lekker. Siroop gemixt met bruis. Dit ook. Dit ook. Oh. Dit ook. Dit ook. Dit ook. Dit ook. Maar dat vind ik al raar, dat doet sowieso... Oh ja, ik film dus alleen maar eten in mijn vlog. Jum, 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 jum. Aan te kijken van... Oh, lekker. Ja? Ja. Iemand had laatst... Jij die maar. Ik heb een Mr. Marshmallow cocktail. Daarom ben ik grijs. Ben ik grijs? Ja. Ja? Met de zilfzappel. Mijn hoofd. Oh, je hoofd. Wel. Het is wel een levenslust. Deze IJsland pistachio is ziek lekker. We hebben, ik mocht witte chocola pistache proeven. Het was echt amazing. Wow, je hand nog in de vlog. Wow, wow. Ik heb watermeloen en hij is echt lekker, want hij is een beetje zuurig. En dan proef je dat er echt watermeloen in zit. Ze zei ook dat het met echt fruit was. Want vaak is het gewoon suiker. Oh, lekker Harbourfast. Dat was mega gezellig. Ik ben 9:10 al thuis. Ja, mijn ene vriendin is zwanger. Dus ik dacht al dat die iets eerder zou willen stoppen. En we waren op zich ook al best vroeg begonnen en we waren lekker klaar met eten. Dus we zijn op zich best... Het is nu 8:30, 8:30. Oh, uit Arnhem, Hilversum, Amersfoort, Den Haag, Rotterdam. Ja, chill. Maar had ik dat nou gezegd? Ik weet het niet. Maar in ieder geval heb ik dus via parkerenutrecht.nl of zo. Ik weet even die site niet. Ik zei net ook tegen 2 meiden, die waren voor mij, die hadden 5,5 uur geparkeerd en ik zag staan 28 euro. Ze zeiden, wow, ze duurt. Zei ik, hey, mag ik een tip geven, die en die site. En dan kan je dus 11,50 voor 4 uur en als je langer dan 4 uur wil, betaal je dan dus 20 euro. Ik heb nu net geen voordeel eruit gehaald, want ik was dus van 15:45, dus dat is nog geen eens 4 uur. En ik ga nu bij P5 en daar zit per 12 minuten €1. En... bij P1 is het per 15 minuten €1. Dus daar was het 4 euro per uur. Dus daar was ik nu waarschijnlijk iets van 18 euro kwijt geweest. Maar goed, boeiend. Ik wist niet hoe laat we het zouden gaan maken. Dus ik dacht, ik ga voor de zekerheid voor die €20 ticket. Maar daarna heb ik dus op internet gezien dat je dus ook die €4 ticket had kunnen doen. Hier bij P5 voor €11,50. En had ik de overige kosten... Kijk, ik hoef ook niks te scannen. Want hij heeft mijn kenteken dus gewoon geregistreerd via internet. Had ik de overige kosten kunnen bijbetalen. Dus dan had ik maar €3 voor bijbetalen. Was ik €14,50 kwijt geweest. Dus even een tip aan jullie. Het zal vast ook in andere steden zijn. Kijk dus even of je online van tevoren kan reserveren. En als je dus buiten die tijd uitkomt, kan je dus gewoon bijbetalen. En dat wist ik niet. Dus mega tip, vind ik zelf. Maar goed, ik heb nu dus geen verlies. Ook geen winst. De trein was 20 en ik heb nu aan parkeren 20 betaald. Plus benzine, dus ik ben duurder uit omdat ik met de trein ben gegaan, maar, was gegaan. Maar ik heb nu wel lekker veel stress bespaard met dat ik op tijd bij het station moet zijn en bla bla. En qua tijd win ik hier niet super veel mee. Want de trein is 30 minuten, inclusief overstap. En dan nog ruim 10 minuten met de auto. En dit is 37 minuten rijden, dus het is ongeveer even snel, maar het is wel gewoon lekker. Dus misschien ben ik nu €10 duurder uit ofzo dan met de trein. Maar prima. Voor een keertje voelt wel lekker. Ik vind het allemaal wel meevallen. Als je Amsterdam gewend bent, Amsterdam is echt veel duurder. Oké. Nou, lekker 20:15 thuis. Netjes. Goodbye. Goedemorgen. We gaan lekker sporten. De hulp is er voor de tweede keer. Zo'n leuke meid. We hebben echt een half uur gekletst. En ik moet zeggen dat ik daar best wel... Oh, ik heb nu aangereden. Dat ik daar best wel een hekel aan heb, aan small talk. Voor mij zegt ze wel, het hoeft niet. Maar zij is oprecht heel gezellig. Echt heel leuk om met haar te kletsen. En nu lekker naar de gym. Zij is er 3 uur lang, best wel lang. Heerlijk, kan niet wachten. Meestal ga ik dan ondertussen ook een beetje schoonmaken. Ik ga eerst even sporten. Ik wil ook een klein beetje schoonmaken. Verder lekker werken vandaag. Achter mijn laptopie. Ik heb dus mijn camera weer naar basisinstellingen gezet in de hoop dat het beter is. Maar nu weet ik dus niet wat ik moet doen. Maar volgens mij schommelt het nog erger. Uh-oh. Ik moet echt met mijn rugzak openstaan. Serious? Waarom ben ik zo? Nu schommelt het dus nog erger dan eerst. Heel irritant. Wat wou ik nog meer zeggen? Oh ja. Ik heb echt 2 weken lang, nee ik ben niet zwanger, ik kan gewoon niet eten in de ochtend, ook nu. Ik krijg geen hap door mijn keel, ik ben zo misselijk. En ik hoor meerdere mensen erover. Dus ik ga nu weer sporten op een lege maag, maar it is what it is. En jullie zien me niet meer met een lensdopje, want mijn lensdopjes raken dus altijd spijt. Maar kijk, ik heb hem nu in een touwtje voor €3 op Amazon. Dus nu hangt hij eraan. Dan moet ik ervoor zorgen dat hij dus niet tikt, zoals vroeger. Dan raak ik hem tenminste niet meer kwijt, maar dit beeld is zo shaky. Ik weet gewoon niet wat ik eraan moet doen. Kijk, zo beter. Is dit het probleem? Dat ik me op 4K had gezet. Nu is het beter of niet? Nu staat hij weer op HD. Oké, wat zou ik nog meer zeggen? Oh ja, ik ben echt extreem ongesteld. Ik ben dus 2 dagen per maand ongesteld waarvan ik dan echt dood ga. Maar ik ga alsnog sporten. En het chill is dat ik dus geen leg day heb, maar upper body day. Dus ik hoef niet die, zeg maar, buikspieroefeningen vind ik niet zo erg. Maar als je nu dus bijvoorbeeld die hip thrust moet doen en dus zo'n gewicht op je buik hebt liggen, doet het echt pijn. Dus oké. Let's go. En weer hetzelfde als altijd. Eigenlijk heb ik dit nu steeds als ontbijt en lunch eigenlijk. En dan zit ik tot het avondeten best wel goed gevuld. 13:15. En als ik nog wel trek heb, eet ik gewoon iets hoor. Maar dit is echt voedzaam. Yummy. Gisteren had ik ook alleen maar dit. En dan natuurlijk ook nog 2 matcha's met havermelk. Dus dat is ook best wel vullend. Ik ga hier heel lekker op. Ik heb echt bijna de hele dag gekookt. Die quiche was ziek vol werk. Voor het eerst in mijn leven quiche gemaakt. Ik hou als kind van een quiche best wel echt niet lekker. Ik weet dat mijn moeder van mijn moeder, dus mijn overleden oma, dat heel lekker vond altijd. Maar dat is vaak aan de kant te klaren. Ik hou niet van bladerdeeg. Maar het was veel werk, want je moest de broccoli koken. Dan moest je de broccoli bakken samen met nog ui, knoflook, kruiden, muskaat, raspen, eimengsel in de oven. Veel afwas ook, maar ik kan natuurlijk meteen alles weer netjes maken. Maar goed, dat heb ik gemaakt. Ik heb salade gemaakt. Het huis is heerlijk netjes. Nog een gezellige kles met de hulp. Het is echt een hele leuke meid, maar er gaat wel veel van je dag. De dag bestond echt uit. De hulp is er. Ik heb gesport. Terwijl de hulp er was, met je gewerkt. Tijdens het koken met je gewerkt. En koken. Dat was letterlijk mijn dag. Ik was best vroeg begonnen. Ik heb ook maar meteen vast de broodrommel gemaakt. Rauwe courgette vindt ze heel lekker. Selderij. Zou je denken, vindt een kind het lekker? Ja. Druiven, passievrucht. En ik had natuurlijk boodschappen ging doen. Even lekker een spekkoekje gekocht. Dan heb ik hier mooie plakjes gesneden. Steeds een koekje, wat hazelnootjes, crackertjes. Heel vaak is het te veel, maar donderdag is gewoon dat je feestdag. En dan neemt ze het gewoon lekker weer mee terug. Of ze eet het na school. Dus dat is ook pas lekker klaar. De borden staan klaar, dus ik ben helemaal ready. Ja, gekomen zo thuis en is alles al klaar. Dit weer even gemaakt. Dus courgette, ui, rode ui, tomaat. En dit keer ook selderij, komkommer zonder zaadlijst. Die zaadlijst eet ik dan los op, want dan wordt het wat minder nat. Mosterd, azijn. That's it. Oh ja, ik had een beetje passievruchten doorheen gedaan, want ik had passievrucht moest op. Dus hier zie je passievrucht. Leek me wel grappig. Want Hello Fresh is voor 2 personen, maar volgens mij is het best veel. Maar dit hebben we dus ook. Helemaal ready. Dus vandaag ben ik wifey material. Dus dat is gewoon woensdag wel fijn om dat te doen. Ik had het er dus gisteren over hè, met een van mijn 2 vriendinnen. En zij zegt, koken jullie elke dag? Of kook jij elke dag? Nou ja, wij doen het echt heel erg om en om. En haar kookt echt minstens net zoveel als ik als het niet meer is. Maar zij kookt dus alleen. Haar vriend kookt zeg maar niet. En zij zegt, ik kook altijd voor 2 dagen. En toen dacht ik, oh my god, wat is het eigenlijk echt mega tijdverspilling om elke dag te koken. Zo'n quiche kan je beter voor 4 personen bestellen. Of kopen, wat je ook doet. En dan hoef je letterlijk maar 3 of 4 dagen per week. 3, want zondag doen we vaak borrelen. 3 keer per week te koken. Een soort meal prep, maar gewoon, je kookt gewoon een dubbele portie. Dat, het gekke is ook dat een dubbele portie maken net zoveel werk is meestal. Meestal scheelt het je bijna geen tijd, omdat je toch al bezig bent. Ik dacht echt, waarom doen wij dat niet? Zo ziet hij eruit, maar ik had er ook nog wat parmezaan over gaan. En ik ben echt super benieuwd hoe die er van binnen uitziet. Oké, je ziet het niet zo goed. Zo ziet het eruit. We hadden een heel klein beetje uit elkaar en de bladerdeeg is een klein beetje zacht. Maar het komt toch omdat het een beetje nattig is of zo. Wel lekker. Ja. Oké. Anne gast. Hoe ziet het eigenlijk? Te weinig grijzen. Te weinig grijzen. Helemaal welkom bij weer een nieuwe aflevering van. Hier is mijn gast van vandaag. Mijn gast van vandaag. Wil ik dan hier staan? Of wil ik dan hier staan? De gasten daar, ik sta hier. Wat hebben we veel plezier. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van. Is er iemand geïnteresseerd hierin? Geen idee. Ik heb echt volgens mij mijn duurste uitgave ooit gedaan qua apparatuur. En ik twijfelde nog steeds of ik het pakketje wel wilde aannemen. Maar ik ben zo gemotiveerd voor mijn kookshow. En ik ben echt me er helemaal in aan het verdiepen. En ik heb gewoon het gevoel dat ik... Waar ik nu mee film, die lens, dat ik dat nodig heb voor mijn close-ups. Qua kwaliteit. En niet alleen voor veraf. En dat ik gewoon voor veraf nog beter moet. Maar dit is echt een lijp dure camera. Maar ik heb het toch gedaan. Ik ben heel benieuwd of die gesealed is. Want als hij gesealed is, kan je hem dus niet meer terugsturen. Maar, oh ja, hij is gesealed. Nee, hij is open. Oké, bewijs. Materiaal verzamelen voor mezelf. Kijk, de seal is open. Zie je dat? Ik kwam erachter dat de lens die ik nu bijvoorbeeld, waar ik mijn film, kan hier wel op. Maar dan gebruik je het effect van de camera niet. Want dit is een spiegelreflex, groothoek. Ik ken al die termen niet. In ieder geval, dit is groot en die lens is klein. Dus als je die hier opzet, is het grote effect weg. Maar ik ben gewoon heel erg geschrokken van hoe schommelig mijn vlogs zijn. Maar waar ik nu mee film, dat is de Sony ZV-E10. Die is super goed. Ik zit de hele dag filmpjes te kijken. En dan komt alleen maar uit hoe goed die is. En dit is de ZV-E1. En die is gewoon 3,5 keer duurder. Het is echt gestoord. Maar toch wil ik het in ieder geval even proberen. Ik vind hem helemaal niet zo zwaar. Hij schijnt iets zwaarder te zijn. Ik heb echt zoveel filmpjes. Ik zit nu nog steeds de hele dag filmpjes te kijken. Oké. Ik zit er sowieso over te denken of ik, dit is nog mijn oude, met mijn nieuwe lens, of ik gewoon toch met deze moet gaan vloggen. En zo'n knol die heeft ook dus, zag ik. Ja, en zo'n knol zo vergelijkbaar met mij. Ja, maar die houdt zijn camera dus zo vast altijd. En die is echt gewoon... Maar ja, hij is ook een man zonder handtas. Ik zie er heel mooi verrot uit trouwens, echt chillig. Maar waar ga je dan... Hoe ga ik zo'n grote lens in mijn tas meenemen? Maar het beeld is wel echt beter, hè? En dit is gewoon mijn oude body. Dus ja, wat doe je dan weer met? Ga je dit alleen voor je kookserie kopen? Ga ik daar ook mee vloggen? Nou, oké. Ik word helemaal gek. Ik ben hier echt al een maand of zo fulltime mee bezig met nadenken wat ik moet doen. Oké, dit is gewoon mijn vlogcamera. Zonder dat ik iets aan instelling heb veranderd. Ik zie dat ik witter ben op dit beeld. Oké, nieuwe body, gewone vloglens. Zien we verschil? Volgens mij is het sowieso een stuk minder shaky. Oh my god, dit is scherp. Maak. Deze lens is dus niet voor deze camera. Oh jongens, ik weet het allemaal niet. Als ik deze body hou, dan kan ik beter die lens terugsturen. Want die heb ik ook pas net nieuw. Want het is zonde om een lens te kopen die niet over deze camera geschikt is. Want als je dus een lens koopt voor deze body, dan kan die op alle lenzen. Want dan koop je een grote lens. En groot kan ook op klein. Maar als ik dus een lens koop voor deze, dan is hij dus klein. Zoals deze, dan zet je hem op groot. Dus het is zonde. Bla bla bla. Oké, maar dat is weer goedkoper. Maar ik heb wel het idee dat je nu al verschil ziet. Alleen ik moet hem echt veel te ver weghouden hier, maar ik kan ook niet vloggen. Maar dat ligt aan de lens. Niet dat iemand het boeit, maar ik heb toch niks anders te melden vandaag. Hoor. Je ziet echt letterlijk elke ding aan mijn hoofd. Kijk, dit is mijn huid op dit moment. Ja, zo. Zie ik in de spiegel niet eens. Het is tijd voor bijles. Ik heb de hele dag alleen maar achter mijn laptop gezeten. Ik heb gisteravond dus een lens besteld. Het is zo duur, jongens. Het is niet, echt niet normaal, maar ik heb het toch gedaan. Dus ik ben heel benieuwd straks. Hij komt straks binnen, dus dan zien jullie die met de nieuwe lens. Maar ik heb toen ook net vanochtend ontdekt dat je ook een andere geheugenkaart moet hebben. Want nu staat hij op 4K, HD. En hij kan ook op 4K, dat is nog beter. En nog allerlei andere instellingen. Dus ik was dat instellen en toen zei hij dat mijn geheugenkaart niet geschikt was. Dus die heb ik ook besteld. Die komt morgen binnen. Dat is ook weer €100. Het is echt lijp voor geheugenkaart. Nou, nu bijles. Iedereen is altijd benieuwd hoe matcha smaakt, dus ik heb nu hier een mini matcha gemaakt. En voor mezelf een grote. En we zijn bezig met een boekbespreking voorbereiden. Alright, ik ben moe. We hebben dus een boekbespreking gedaan, maar echt 1,5 uur lang. En dat was echt focus en typen en druk. Tenminste, ik zei tegen hem, ga je maar lekker gewoon staan. Want hij houdt van bewegen, dus gewoon die ding doen en dan praten we, zeg maar. En dan typ ik het wel in, want dat typen ging anders heel lang duren. Dus hij ging wel zelf dingen opzoeken. Maar echt het intypen deed ik eventjes, maar helemaal moe van dit. En mijn lens is bezorgd. Ik zit hier voor de deur en er was geen postbode. Krijg ik een berichtje dat hij bezorgd is aan een random huis aan de overkant. Waar nog nooit iets bezorgd is, terwijl ik gewoon hier thuis was. Dus die postbode had duidelijk geen zin. Maar goed, dit is dus ook een Sigma. En die ik retour ga sturen is ook een Sigma. Maar dit is dus niet voor deze camera bedoeld. Ik ben zo benieuwd. En dan moet er dus ook nog een goede geheugenkaart in. Waarschijnlijk vinden heel veel mensen dit niet interessant. Maar goed, het is alleen in deze vlog dat ik het over heb. En vanaf volgende week heb ik dan gewoon, nou ja, vanaf morgen. Echt super goed beeld. Opzoeken. Oh my god, hij is echt heel groot. Hij is nog groter dan die ander. Je kan het dus echt niet mee vloggen, dat is wel kut. Of ik moet ervoor kiezen om gewoon te vloggen met deze lens. En thuis deze te gebruiken. Wow, dit is echt heel groot. Nou, ik ben helemaal ingestort tijdens de sport. Ik heb echt goed getraind. Maar ik werd duizelig en moe. Maar het is wel vrijdag en ik heb 3 keer gesport. Dat betekent dat ik dit weekend lekker niet hoef te sporten. Heerlijk, heerlijk. Cute, maar ik weet niet hoe lang dit goed blijft. Dit is wel heel leuk. Wow, ze hebben eindelijk 18 centimeter. Chill. Ook maar eentje. Die neem ik wel mee. Hallo jongens, wij zijn in Leiden. Stiekem vanuit mijn tas filmen omdat ik het awkward vind. Vorige keer komt iemand, jeetje, haring, ijs, boterkoek, je eet alles op. Terwijl ik deze toen niet eens had opgegeten, hè? Want mensen dus denken dat alles wat je filmt ook echt van jou is, zeg maar. Dat je alles eet. En los daarvan, al zou je alles eten, is het alsnog gewoon een beeld van een hele week. Maar mensen denken dat je dus de hele dag door dat dan allemaal zit te eten. Ik heb haverkapu. Nou, we gingen dus naar Roos in Leiden, want daar wilde ik heel graag naartoe. En we hadden een super lekker broodje gedeeld. Dit was dus de helft van een broodje, echt bizar, superveel. Met kippendij, maar toen bleek er dus soja op te zitten en ik was het vergeten te vragen. Dus toen ik een hapje nam, dacht ik, hé, volgens mij is het soja. En toen bleek het soja te zijn. En toen dacht ik, laat maar. Dus toen heb ik bij de bakker dingetjes gehaald, maar dat had ik gevlogd. Maar op een of andere manier is dat een foto geworden. Dus oké, en nu komt er een review van de bakker dingen. Oké, de review. De croissant met amandel. Ik weet dat Merel bij Blackbird in de dorpsstraat dat ook heeft. Daar heb ik hem nooit geproefd. Maar die is echt heel goed. Heel groot ook, vind ik niet duur voor wat je krijgt. Bizar lekker. Broodje is echt heel vies, maar ik denk dat dit het enige is wat niet lekker is in die zaak. Want alles zag er zo lekker uit, maar dit is heel... Sowieso moet hij in de oven, want het is gewoon een broodje kruidenboter. Maar dat vroegen ze niet en het is heel droog en brokkelig. Echt niet lekker. Het is echt een 10 en een 0 eigenlijk. En we waren dus bij Roos... Oh, wat een herrie. Dat hoor ik dus niet. We waren dus bij Roos Leiden, want dat is echt mijn favoriete plek. En de koffie was zo lekker. En het broodje was echt een 100. Gewoon zo goed. Maar ik nam een hapje en dacht, oh my god, volgens mij zit het zo, ja. En toen was het dus zo, ja. Dus toen mochten we de helft van een broodje meenemen. Maar toen heb ik niet nog een broodje besteld, want het was veel te veel voor één persoon. En ik mocht geen half broodje of zo krijgen. Dus nou ja. Moet ik voortaan zelf vragen of er soja bij zit. Helaas. En we hebben heel veel lekkere kaasjes gekocht. En geen haring voor de verandering. Want ik vind haring niet meer zo heel lekker. En nu weer back home. Oké, nu... Oké, ik zit hier gezellig met twee vriendinnen van mijn bonusdochter op de schaatsbaan. Naar de les te kijken. Want ze hadden een slaapfeestje. En nu gingen ze mee naar de les kijken. Dus we zitten te supporten. En tosti's te eten. Jij moet ook dit doen. Dit was mijn arm volledig strak. Dat zal jullie goed doen. Hallo. The day after the sleepover, we have to opruimen. Ja, die eieren gaat koken blijkbaar. Hi. Ik ben vandaag moe, maar gewoon chill modus moe. We zijn lekker aan het chillen. Kelly had hier gelogeerd. Dus lekker gezellig. Die zijn nu net weg. Ik ga even naar de winkel en ik wil... schoonouders komen zo even 2 uurtjes gezellig langs. Ook om mijn bonusdochter te zien. En ons. En ik ga niet echt veel maken. Maar misschien een klein borreltje. Maar ik moet nog 2 dips testen voor de kookshow. Maar ik moet nog 2 dingen testen voor de kookshow. Dat zijn dingen die ik niet al eerder heb gemaakt. Maar die ik, waarvan ik gewoon bijna zeker weet dat ze super lekker zijn. Maar ik moet ze natuurlijk wel getest hebben. Dus ik ga denk ik heel even ingrediënten ervoor halen. Dan ben ik ook nog even de deur uit geweest. En ik vind het zo spannend. Ik investeer dus echt veel geld in de kookshow. Ik zeg gisteren tegen haar, het lijkt alsof ik een nieuwe zaak ga beginnen. Het is best wel risicovol, omdat ik natuurlijk... Het is maar gewoon een YouTube-serie. That's all. Maar ik heb er wel gewoon vertrouwen in dat het een succes wordt. Omdat ik en gewoon... Ja... goed weet hoe je makkelijk lekkere dingen kan maken. En dat ik goed kan kletsen. En het dus denk ik ook gewoon gezellig is om naar te kijken. Met gasten en alles. Dus ik heb er wel vertrouwen in, maar... Ik heb deze week trouwens, het is nu 1 oktober, ik heb mijn laatste betaling gehad voor 35. Ik heb mezelf daarvoor zeg maar laten uitkopen. Dus dat is deze week nu helemaal niks afbetaald. Alles is helemaal goed gegaan. Het is in 10 maanden later zitten volgens mij alweer. Zoiets, januari, februari. Nee, volgens mij heb ik 7 betalingen of zo gehad. Dus het is nu helemaal afbetaald. Dus, en dat heb ik allemaal opzij gezet tot... 2 weken geleden toen ik besloot dat ik ook van een deel van dat geld dus wilde, wilde investeren voor een betere camera en dat soort dingen. Dus er is al heel flink wat geld vanaf. Ik hoop gewoon dat het investering waard gaat zijn, jongens. Ik hoop het echt. En zo niet, dan heb ik sowieso, dat denk ik dan wel, los van die audio, want dat gebruik ik niet van mijn vlogs. Maar dan heb ik sowieso gewoon voor mijn vlogs ook een goede camera. Maar ik film er nu dus niet mee, want hij gaat dus terug omdat de ziel gebroken was en ik wil hem dus niet gebruiken. En de lens was weer niet goed, dus ik heb nu waarschijnlijk een goede, die wordt morgen bezorgd. Die geheugenkaarten worden ook pas morgen bezorgd, dus morgen in een nieuwe week vlogs zien jullie. Dus ook vanaf dan gewoon vlogs met betere kwaliteit. Moet ik wel echt een zwaardere en grotere camera elke dag meenemen. Maar goed, als het echt een beetje chaotisch is waar ik naartoe ga, kan ik altijd nog met deze filmen. Maar dan heb ik dus niet alleen voor de kookshow het gekocht, dus mocht dat niet een succes worden. Ik denk dat het sowieso wel gewoon prima bekeken wordt. Ik zou nu weten waarom niet, het wordt echt leuk, maar oké. Ja, dan heb ik het sowieso voor mijn vlogs gewoon echt een goede camera. En denk ik, is dat nodig? Nee, want zelfs Monica of zo filmde volgens mij met een camera die nog minder goed is dan waar ik nu mee film. Maar nou ja, ik vind het toch wel heel belangrijk. En ik film natuurlijk zo vaak slordig en hectisch dat zo'n beeldstabilisatie is voor mij wel echt heel belangrijk. Kijk, als je altijd zo filmt dat je hem altijd maar een beetje neerzet. Ik weet, volgens mij, Monica filmde heel vaak volgens mij... Zo, dat er camera staat. Ik keek haar vlogs nooit echt, maar volgens mij wel. En ik film toch best wel vaak bewegend. En dat is gewoon niet fijn om naar te kijken. Dus, maar ja, los ervan, ik kreeg net ook een comment van... Het is niet fijn als iemand op de achtergrond aan het koken is of herrie maakt. Dan denk ik, ja, ik blijf natuurlijk ook gewoon een ADD-brein. Die dan, net als gisteren in de auto, dat er vet veel herrie aan staat. Dat ik pas na 2 minuten door heb. dat er super veel herrie in zat. En dan zou je alles opnieuw kunnen zeggen, maar eigenlijk zeg ik niks opnieuw in mijn vlog. Behalve als het gaat over iemand anders en ik moet nadenken hoe ik dat ga vertellen. Maar ik weet dat veel YouTubers dingen opnieuw zeggen of doen. Dat doe ik eigenlijk echt nooit. Eigenlijk als iemand zegt, kan je het even opnieuw doen? Of als ik dus over iemand iets moet vertellen en dus moet nadenken van, hoe ga ik dit nieuws brengen? Verder is echt alles eigenlijk first take wat ik altijd doe. Ik haat dingen opnieuw doen. Ik vind dat een beetje nep voelen. Ik hou daar gewoon niet van, ook niet in het leven. Dus dat. En ja, dus een flink deel van die investering voor 35 die ik terug heb, heb ik nu ook weer in apparatuur gestopt. Maar ik heb zoveel zin erin. Morgen over een week ga ik al de eerste aflevering opnemen. En dan vandaag over... wat is het? Nee, vandaag over... Over iets van 12 dagen of zo zijn alle 7 afleveringen opgenomen. En dan kan ik gaan bewerken. En ik wil het pas online zetten als alles is opgenomen. En ik film alles dus in 1,5 week. Dus dat is ook wel haalbaar. 7 afleveringen in 1,5 week. Ik ga dan op... Dus morgen over een week ga ik dan filmen op maandag, woensdag en dan zaterdag. En de week erna op woensdag, donderdag, vrijdag. En dan staat alles erop. En ik heb er zo ontzettend veel zin in, dat wil ik niet weten. Maar goed, schoonouders komen over 1 uur. Zij komen ook zo thuis. Ik ga heel even lekker naar de Appie en Lidl fietsen, denk ik. Om even de ingrediënten te halen voor 2 recepten. Ik dacht, als ik het ga testen, beter een beetje prepared. En dan kunnen mijn schoonouders ook meteen proeven. Zo. Alrighty. Dus dit is mijn oude camera. Die is ook helemaal prima, maar het kan beter. En ik wil zeggen, ik ben dus nu de hele tijd bezig. Ja, het is saai voor jullie, maar het gaat niet heel lang duren, deze... Dit gedeelte van de kookje voorbereiden. Maar ik ben dus altijd bezig met drukwerk nu. Ik wilde dus heel graag iets geven, zeg maar, aan mijn gasten. En sowieso wat dingen laten bedrukken met het logo. Maar het is heel lastig. Omdat ik dus werk met een achtergrondkleur voor de socials. Dus het logo op een achtergrondkleur. Maar je hebt CYMK of ik weet al die termen even niet. Maar als je het dan niet drukken, werd die achtergrondkleur ineens veel minder mooi fel. En... Zo te denken, moet ik wel een achtergrondkleur voor drukken of moet ik dat alleen gebruiken voor online dingen? Dus moet ik niet gewoon alleen de naam, maar het logo is dus de naam met 2 icoontjes. En die icoontjes zitten dus los van de naam. Dus als je het uitgesneden wil laten drukken, dan moet er nog een rand omheen. En dan kies ik dus voor wit, maar die icoontjes hebben ook wit erin, dus dan vallen de icoontjes weer weg. Zoals ik deed te klooien, dus ik heb net magneetjes voor hier op de koelkast besteld. En ik denk, ja, dit is zo prominent in beeld, dan is het wel heel leuk als hier... Het logo staat. Dus die heb ik besteld zonder icoontjes. Gewoon de naam. Die bestaat uit 2 rijen, zeg maar. Met een witte rand eromheen. Maar dan wil ik dus ook nog voor die grote RVS-plaat hier. Wil ik eigenlijk ook. Dus dan was de vraag, ga ik hem dus de naam met de kleur achtergrond doen? Helemaal groot. Dat wil ik eerst en dacht ik nee, want die kleur komt niet mooi uit. Misschien ook too much. Dus dan ga ik dus ook uitgesneden de naam doen. Maar dan moet ik waarschijnlijk ook de icoontjes die erbij zitten weg laten vallen. Want anders wordt het niet mooi. Dus zo zit ik de hele te klooien. En ik heb ook stickers. En die kan je dan transparant laten drukken. Dus dan vallen de icoontjes niet weg omdat het transparant is. Maar dan zie je weer die transparante laag op die fles. Dan zie je die transparante laag weer zo erg zitten op datgene waar ik het op wil gaan plakken. Dus nou, jullie gaan natuurlijk allemaal zien. Iemand commentte al dat ik de naam per ongeluk had laten zien in mijn vlog. Maakt me ook niet heel veel uit. Het duurt niet heel lang meer voordat het online komt. Ik denk altijd, als mensen zo goed kijken dat ze dat zien, dan vind ik het alleen maar leuk dat je dat al kan zien. Want dat betekent dat je mijn vlog super goed kijkt. Dus dat maakt me ook allemaal niet uit. Ik heb ook al de Instagram ervoor. Ik heb er zoveel zin in. Het gaat nu echt, volgende week gaat het echt zo worden dat ik echt denk, oh my god, ik wou dat het al zo ver was. Zoveel zin in, niet normaal. Je denkt het is maar een serie. Tenminste, dat zou ik denken, het is maar een serie. Maar het is echt meer dan dat op een of andere manier. Ik weet niet. Dit wordt echt een project. Heel veel zin in. Als het echt iets wordt, dan ga ik misschien ook zelfs een sticker op mijn auto plakken. En ik wou dus ook misschien een website, maar voor nu hou ik het denk ik even bij Instagram. Oké, ik ga even een tasje pakken. Dan ga ik even naar de shop. Ja, mijn schoonouders zijn er al, dus ik ga denk ik even 1 dipje maken. Ik heb gevraagd om te stemmen welke ze wilden. En we hebben weer een courgette uit de moestuin. Ik ga mijn keukenmachine. En ik heb een recept gevonden, maar die heb ik... Oeh. Nu denk ik meteen maar aan die comment van Harry. Ik ga hem een beetje anders doen dan het recept. Dat doe ik altijd, want anders is het niet je eigen recept. Hè? Dat is natuurlijk niet zo leuk. Oké. Blauwe kaas. Na, 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 graag mijn gorgonzola, maar daar hou ik niet van, dus ik heb brok voor. En als dat niet lekker is, ga ik een andere kaas proberen een andere keer. Experiment! Het is helemaal met dit. Hij is geschript en helemaal fout. Dus deze was wat oefenen. Heel goed. En deze is wel heel goed gelukt, dus die gaan jullie terugzien in de cooking show. Misschien nog een beetje gefine-tuned, maar hij is lekker. Kijk, als eindelijk een... Kijk, dit bedoelen ze dus, dat is herrie. Ik had eindelijk een to-go box weer. Dit is volgens mij een suikerbrood. En wat zit hierin? Oh! Ha! Dit is echt ook denk ik heel lekker. Het is een appelkanjer en een... Huh? Zo'n suikerbroodje met suiker. Wat is dat? Oeh! Oeh, chipolata. Best wel luxe hoor. Moet dit invriezen, die appelkanje? Ik heb de chocoladebroodjes toen ook ingevroren. En dat suikerbrood? Kan je dat invriezen? Ik denk het wel. Oh my god, de koelkast zit ook. De camera viel uit, maar we hebben ook nog een brood. En zo'n lekker wit broodje. Gekregen. Dit is een experiment. Die we nu gaan proeven. Oh, het is net niet mooi, maar... Ik denk dat het wel lekker gaat zijn. Hallo. Ja, de eerste staat aan. Wat fijn. Nou, dan gaan we dat nu allemaal eventjes testen. Super fijn. Om hier te zijn. Oh la 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 la. Oké jongens, dan ga ik de weekvlogje weer afsluiten terwijl ik deze microfoon test. Doet hij het? Ja. Oké. Heel erg bedankt voor het kijken. Het was niet een super lange vlog. Niet bewust. Ik heb gewoon niet heel veel gefilmd. Ik denk wel druk met mijn kookshow. Komt allemaal goed. Vergeet alsnog niet een duimpje omhoog te doen. En een reactie achterlaten. En als mijn kookshow online komt trouwens. Ik hoop 22 oktober, zondag. Dan gaan we vanochtend naar donderdag. Wat betekent dat het 3 dagen eerder online komt. Wat ook wel leuk is. Want dan is het nog actueler. En dan komt... Is mijn plan zondag 5 uur kookshow, donderdag 7 uur 's ochtends vlog. Dus oké, thanks for watching en bye bye.